Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Melvin, ik neem dit op tijdens de livestream. En vandaag ga ik in deze video een nieuw horrorspel spelen waarin wij grapjes uithalen. Alleen loopt het helaas een beetje uit de hand. Welkom bij It's Just a Prank. Oké, daar gaan we. Ik ben heel erg... Wow! Ik ben zo erg benieuwd naar deze game. Ik zag deze game voorbij komen en ik dacht bij mezelf, ja, dit ziet er... Oh my god. Eat up. We moeten eten, joh. Oké, eten. Lekker. We gooien het ook gelijk op de grond. Was dat ook alles? Enter the phone. Oeh, we hebben nog een oude kabeltelefoon. Hallo. Oké, Johan, is goed. Gaan we doen. Kijk dan, joh. Wat een game. Wat is dit ook? Ik kan het ook dus allemaal niet lezen. Het is dus voor mij een Slavische game. Ik ben benieuwd of dit wat gaat zijn. Maar nee, dit gaat dus over voor mij grapjes die uitgehaald worden. En die grapjes worden steeds erger en dan loopt het uit de hand. Oh, we moeten kleren aan doen. Laat eerst maar kleren aan doen. Kijk wat voor kleding we hebben. Ja hoor, change clothes. En mijn backpack. Waar is mijn backpack? Mijn tas erbij en nu kunnen we naar buiten. Daar gaan we. We gaan naar buiten. Wow, kijk dit dan joh. Wow, dit is ook echt zo'n Slavisch gevoel wat ik heb. Hallo, Johan. Včera toliko fajní věci prinesli. Ty samo ofigeješ. Oké. V škole pokažu, kako prídemo. We gaan naar school toe. Gezellig met z'n tweeën. Potom mi majmo bude obvezno prankovati Agatu. Kijk, Agata wil we terugpakken. Odigrajemo za včerajno. En dan moeten we het gaan terugwinnen. Jebe, nemogu třepěti do školie. Predstav, mě darovali magnetofon. Een magnetofon? Nifika! Wow, ben ik Filip? Ik ben van mijn Filip, denk ik. Nee. Wij zijn Johan. Nee, wij zijn wel Filip. Ik weet niet waar hij die boombox vandaan haalt, maar dit gaat wel hard. Oh ja, yeah, de Slavische muziek. Wat de heck? Is dat daar links ook, joh? Holy damn. Nou, waar gaan we? Ik weet niet in welk jaar dit spel zich afspeelt. Ik weet alleen dat het zich afspeelt voor mij in een Oostblokland of misschien zelfs in Rusland of zo. Dus ja. Oni prinosili naše, omijené klubničné kekse. Oh, strawberry cupcakes. Lekker. Oj, to by se udalo, stačí ti mě chodby jedin? Heb je ook een cupcake voor mij? Rozumě, jestli pijete. Lekker! Dokol ty tam vozití, ja vse jedaju. Oké. Ach, ty jesi kakaska. Wow, doe even normaal. Kde nebuď, ja tobě celu škatulu dostanu. Gezellig, leuk. Ja slovo na větrné kudaty. Wat gebeurt hier? Die muziek is trouwens ook zo raar. En nu? Gaan we hier stilstaan of zo? Wat is dit? Of moet ik hier gewoon de school in? Oké. Zrekakova je hren. Yo, check this out. Wat heb ik gekregen? Polož tuto věst na stůl, dopoka on neje prišel. Oh, we hebben een scheetkussen. Oh, de onschuldige grapjes. Ik heb vroeger ook zo'n scheetkussen gehad en ik ging daar echt gewoon stuk om. Maar ja, dan was ik echt ook gewoon 6 of zo, denk je. Ja, ik denk niet veel aan... Gustas, pardon. Krasovče, Filip. Na nastupnej premiéne prankom Agatu. U mene už vse je gotovo. Agata Varga. Ovde. Agata, mne včera povedeli o tom, čo ty jesi delala. Ja to byla samošum. Ničego i slyšati nehoču. Dneš ja jesem pozval i vse povedu tvojemu otcu. Nehaj ik vind het zo raar dat ook niet Engels is, maar goed. No. Dat hoort erbij. Molčati. Geen andere, maar nee, niks anders. Prodolžati. We gaan verder, ja. Gabriele Drobny. Drobny? Ja hoor, Drobny is er ook. Jaroslav Ivanov. Ivanov is er ook, hallo Ivanov. Justus Klein. Ovde. Gustas is er ook. Filip Melnik. Melnik is er ook. Johan Novak. En Johan, dat is mijn vriend. Olga Ševčenka. Ovde. Dit is gewoon school of zo. Segodně my nastavimo i sledovatý množení. Oh, we gaan wiskunde doen. Oh. Oh. Woe! Waarom kijkt hij zo? Uchoty. A môže probovať. Ja. Ne, ach, to je za pranku. Die emotie. I predloží Agate. Oké, je moet het aan Agata gaan geven. Wat gebeurt hier? Laten we maar gewoon Agata deze soda geven. Ook al heb ik het idee dat het helemaal fout gaat. Hoćeš gazirovky? Ja, hier. Oh, wat... Nee. Wow. Nu probuž. Filip. Chcete ti na obědač? Ne. Ne, heb ik niet gedaan. To značí Johan. Ja, Johan is dat. Idiota, tu čas otec pokaratí. Oh, kut. Dit is niet goed. Tvrdě pokaratí, Filip. Ja, dit gaat niet, dit ty gaat... Ty můžeš mi pomoct tý zvrotit tý z toj situácie. A kako? Oh ja, hoe? Ako můj otec tobě zvoní.
Ty môžeš li povieť ti, že Johan lhal? No dobro. Ok, we gaan naar Gata helpen. Dobro, daj tu svoju gázovku. Oh man, dit is sowieso een grap. Ach, ty kurva. Wat is dit spel, gast? Ik sta ook echt niet aan... Ja, skoro budu. Čekaj mene, dobro? Ja, Johan, ik wacht al op jouw grap. Kurva boba, ja. Počekate mi. Ja, wait for me. Ja, tako zastarity. Ja, gaat hij wel terugkomen, die Johan? Oh! Ja, dnes nejdu. Treba uspieti do doma. Ja, is goed. Je mag wel met ons meelopen. Ako môj otec zvoni, to Johan vse navral. Inak mene zadut vzbučka. Ja, we gaan je helpen. Dankuju, Filip. Geen probleem, Agata. Ciao! Is dat iets wat ze zeggen ook in die landen? Ciao? Hey. Hey. Minule i pol goda. Ja, waar was jij? Čekamo na Agatu? Nee, ona bežela do doma. Ja, ze is al naar huis. Dobro, idemo. Okay, top. Ik leer wel van dit spel gewoon, zeg maar. Welke taal is dit überhaupt? Dit is een... Klevetati? Ač to ja jesem tu časno. Ja, nu niet liegen. Ona govori čto jej otec pokarati za to. No i dobro. Ako by nas s tobom ne pokarati... Okay. Maar welke taal is dit? Da ne briskaj. Ona poprosila mene kazati, sto til gane. Komu kazati? Jej otec. Is dit Pools? Ja, ik weet het, het klinkt als een Slavische taal. Is Pools een Slavische taal? Ja, toch? Ja, dat is Slavisch. Ne govori mu o mne nič to. Čemu? Maar het klinkt niet zo, het klinkt anders. Het klinkt iets meer naar het oosten toe. A kako jest Agata? Misschien is het Limburgs wat ze praat, ik weet het niet. Ona jest jego dočerka. Zou ook kunnen, zo'n Limburgs dialect. Maar ik moet even wat ze zeggen, even opletten. Možno on samo kričí na ňu, daj vse. Netrevožiti se. Ona je ze is inderdaad een sterke meid, ja. Agata, we moeten Agata eigenlijk wel helpen, toch? Nee, precies. Agata is dus voor mij een soort Filip, van geklikt. Filip, kto tobie jest drogi, ja ili Agata? Waarom moet ik nou weer gaan kiezen uit twee mensen? Wat is dit nou weer? Je gaat me toch niet voor het blok zetten? Popper! Sto? Wat? Kurva! Bobber! Bobber, ja perdone! Wat? Bobber! Wat speel ik! Wat speel ik! Nu moet ik ook die... Mijn otec strašilo Bobra. Kurva nevzela jeho pietrezu. Oké. Voor mij is dat niet Pools om even terug te komen op welke taal dit is. Ja, sobie tako potom zdelati. Ja, maak maar nieuwe jezelf, inderdaad. Een mooie Bobber. Ja, už na šťurkách praktikoval. Da, od nich vonia ešo. What the heck? Od tebe voniało. Wow, doe even normaal, Johan. Teringleier, je stinkt zelf. Ty samo zavistieš mojemu prirodnom dekolone. Inderdaad, ik ruik gewoon lekker normaal. Die lach ook. Nou, top. Sogodnie bez zvona. U mene dela. Poka. Poka. Yo, later. Hé, hey, dit was onze vriend Johan. Nou ja, ik heb niet helemaal het idee dat we goede vrienden zijn. En die Agata is ook naar huis gerend. Dus als de vader van Agata iets aan ons vraagt, dan moeten wij die gaan helpen. We gaan gewoon naar binnen. Dit is een bijzonder spel. Het zou ook Fries kunnen zijn, maar ik zelf kom uit Friesland en ik versta het helaas niet. In ieder geval, wat is nu de bedoeling? Gewoon slaapje doen of zo? Of moet ik eerst mijn kleren uitdoen? Wat is dit nou weer? We komen in ons... Wat nou, Prasnetsko? Nee joh, ik ga... Weer cereal? Krijg ik niks anders van dat mens? Wat is dit nou weer? En de telefoon gaat. Alleen Johan zou niet bellen. Hallo? Wow. Извините, Виоком. Как зовете того грязин? Йохан. Последний раз твою ёвку не было достаточно? Воу! Робин гнил у Глаутова, пиздюка. Воу! То правда, что то ощущение она лгала. И мне теперь Стим говном ебать. Okay, Agata heeft gezegd dat zij niks heeft gedaan. En nu word ik gebeld. Ik moet nu opkomen voor Johan. Ja, we worden voor het blok gezet trouwens. We moeten keuze maken. Agata vstel gaté. Oh nee, jawel. We hebben... Oh nee, dit is niet goed. We zijn opgekomen voor Johan, maar Agata die wordt nu gepakt.
Yo, dit is echt... Hang op! Dit is echt heel naar! Ik vind het echt heel kut. Hang op! Stop met... Damn. Oké. Okay. Ik weet niet hoe we nu met onszelf kunnen leven, maar... Waarschijnlijk gaat Agatha nu ook niet op school komen. Ik voel het dan... We krijgen weer cereal. Blijkbaar is dat het enige wat wij kunnen eten. Nou, ja. Nee. Wie is dit? Hallo? Wat is er? Oké, Johan die gaat ons waarschijnlijk vertellen over Agatha. Er moet wel iets met Agatha nu gebeurd zijn. Dit vind ik wel een beetje naar. Het is een heel interessant verhaal. Het is ook wel een heel sterk verhaal als je er wat dieper in gaat duiken. Oh god. Ja precies, daar hangt een missing. Oh nee. Takovamura. Vertel eens. Co se stalo? Ja, wat is er gebeurd? Je v okno ide ogromný kamen. Na jebanie. Oh god, wat is dit? I chlapec oral matom. Mati pošla s ním rozpoznávati. Dělala, čo to nebuď koristno. Okej. Okay. I ty znaješ, kto to byl? Kto? De vader van Agatha? Otec Agaty. Ja, zie. Filip, ty mu mene poddati? Nee, heb ik niet gedaan. Priateľ, ik heb... bolie ty poviedati. Ja jesem se jedno uznati. Waarom is Filip zo... To je Agata. Ja jesem ti včera aj govoril. On mi telefonoval a ja mu govoril, že Agata vse svrgla. Okej. Ja, dit gaat niet goed komen. Ik weet alleen niet precies wat Agatha heeft verteld. Dat is een beetje het ding. Ik had het over de taal en toen heb ik wat gemist. I trust you, bro. Vidíte, tuto je Alkas riešil na vse odigrati se. Oh. Dobro. Ačkoli kamenem mene nezadal. Nu i suka bliat. Mne ne tako lekko zastrašati. Tutajvu. Tutajvu. Dit is ziek. Iemand zegt tijdens de livestream dat de taal Kroatisch is. Dat zou best kunnen. Dankjewel. Ja, včera is mogel loviti priedeš čur. Oho, a kak? Ona je upala v jednu iz pasty. Ja je smúspel dokonce i s jeju igrati, dopoka ja jej... Maar hij is ook wat luguber, die Johan. Vzbuši vierojetno ponovno bylo? Hij vangt ratten voor zijn plezier. Ta ne, ona vonia je dosť slodko. Hier, dat bedoel ik. Netoč to od tebe, brate. Fú. Vám ponovno odkľúčili vodu? Da ne, to moja ličná aura, treba zatmiť tvoju. LMAO! Krasavec. Ja, goeie, hè? Jeetje, wat kijken ze... Waarom zijn die gezichten zo lelijk in deze game? Ik vind de graphics over het algemeen wel echt super nice. Ik hou van deze graphics. Maar we zijn weer op school. Gledi, Žiroslav ostavil svoj sok na park. Oeh, wat gaan we ermee doen? Laxeermiddel? Umeš soboju kakogo? Pomidorne? Pomidorne? Fuh, mrzkost. On je porabateč, to li byl? Vierojetno. Poslušaj, a to je odličný Vertel variant. Zamienim o tvoj sok na jego? Tuto prieskok bude. Giustaš govoril, že on neľúbi pomidaranú sok. Oh. On samo obpľuje sa. A ty popíti v koncu vkusný sok. Zvúči ako plán. Dat gezicht ook dat hij dan trekt. Het is echt ongelooflijk. Maar goed, we moeten de juice gaan switchen. Als een grapje. It's just a prank, bro. Wie de fuck is dit? Agata Varga. Ovde. Oh. Gabriele Drobny. Ovde. Ovde. Žiroslav Ivanov. Dit is echt gewoon... Žiroslav? Gadver! Ojojoj. Žiroslav, milý, ty v poriadku? Možno ty pojti doma i odležati? Da ne, pani Višnevsku. Jedino nevkusný sok ispity. Bedňáška? Ja, maar hoe... Da, pomogu ti priučiť se. Even zonder grappen, hoe zie je verschil niet tussen... Tussen die twee flessen! Stoel, daj mu nastavim op prezvič. Ja, laat het doorgaan. Justas Klein. Ovde. Ovde. Filip Melnik. Ovde. Ovde. Johan Novak. Ovde. Oké, ik ga gewoon... Olga Shevchenko. Ovde. Oh, die klinkt ook echt hees. Počekaj, a ja napisu na doske, že my budemo prohodit se godňa. Nou, dat was de les, denk ik, of niet? Ja, nee. Oh, wat? Na? Na, wat? Sporo, ty nepadneš v pani Višnevsku 3 razy papírkom. Oh. No, ako ona nebeží, to i majú vse šance. Krasavec. Moeten we nou echt papiertjes gaan gooien? Yo, wat zijn wij voor kutkoters? Oké, we gaan gooien. En... Ah. Žeti, nerozpustcati, prosím. What the heck? Oh, wat staat dat trouwens? Is dat niet natrium en aluminium? Wat is dit?
Of is het wat anders? Nee, ik heb geen idee. We gaan nog een keer gooien. Fuck jou. Eerlijk, ik heb dit voor mij nog nooit gedaan in de klas. Nee, ik heb voor mij nog nooit een propje gegooid naar een docent. Maar hè, eens deze keer. Oeh, oh. Kaka, je vi zajebali. Haas jesem terpela vashi tupjes ranje zarte. Potomuč to verila. Oh, die is boos. Stouwa set toti kapja griobanoj debrote. Die is boos. Každi dzene menej čekati tolko sranaj bolj i razočarovanje. Te a nadeju, či to hoď by bylo, nadeju uspiešenie, srov vas malenkých svolečejú. Oh, so. No vej taky jej biezčne mrazy, kak i ve se tyto jubany míry. Damn, burn! Se nogi mej zis bolšie nebudute kačertiem sobačem. Okej. Okay. Hebben we nou net weggepest? Krasova, Filip. Odlično su čenstljeno. Epic? Ik vond dat best erg. Oh, ik dacht al, die zat een puffje te nemen. Priateli? Bro! Nie je potrebno, aby ty odvliek Agatu, dok ja pripravim prank. We moeten Agatha gaan afleiden. Agatha staat daar, die staat naar buiten te kijken. Yo, Agatha, hoe is het met jou? Want ik heb dingen gisteren gehoord en ik vond het niet heel fijn. Agatha, pozdrav. Jesili ty glendela včera multikovi po televizorie? Natuurlijk niet. Nee. Televizor jedino za otca. Oh my god. Ja takože negledal. Multiky sú detetny. Agatha... Tvoj otec. On je veľmi strašný. Zo, ja, inderdaad. Ja znam. Maar help haar dan, red haar dan, haal haar uit deze situatie. Er zijn allemaal instanties Dobro. Die kunnen helpen. Urok skoro bude počinatý. Čas na svoje kraje sedity. Meld mis dat anoniem of meld van die andere dingen anoniem. Er zijn al... What the heck? Kut, Johan! Veselno bylo da? Nee! Hij gaat hier die kutkop weer. Oh. Oh, shit. Kto od vás Hroňovoj privedl pani Višnevsku do... Bože, to kaký užas! Agatha, odvrati to i svoje partie. Maar dat heet... Nou, wat is dit voor domme school, gast? Agatha, ty jesi gluha. Ja imaju nápad. Oh, nog een astma-aanval. No, čo ty budeš delať s tými detami? Filip, vy lično živete okolo? Vodite Agatu do doma. Okay. Nehaj jejný otec všetko to rieši sa. Dobro, pani klubníka. A sad priznajte, kto privedl pani Višnevsku do Solza. Ja, dat gaan we niet zeggen. Dat heb ik niet gedaan. Jo, die... Prečo mi byl priezmierno. Agáty had gelijk. Johan, prestarate sa. Ja. Ja, akolič to neviedel, že on tobie podsunúť na Johan is echt een teringlaier. Ty v pariadku? Ja, ben jij oké? Okay? Nee, je liegt. Ik heb gisteren toch aan het... Nápad? Ja, wat is het? Des je nepríjemná, ale ja videla i gorší. Oh my god. Nerozuměl. Ty lgavaš, že ty i maješ napad? Jedva neželala sjedati na úroke. Dopokav se budu tklenti za paní Višnevsku. Oké, okay, dat is slim. Dat is slim, inderdaad. Een nep astma aanval doen. Maar we gaan eens met haar lopen. A kako by privesti tebe do doma? Ja nechču doma. Nee, dat begrijp ik, zie. Idemo igrati. Dit zijn die stille hints die je dan krijgt. Zabraviti svoj krivnju za ščur. I za vse ostalo... No, čo ty poviečeš? Ja... Bobr, kurva! What the heck? Bro, what... Johan, kurva! Ty tu kakogo čerta? Propustil. Ja gľažu, že Agatha jest v porzontku. Smieja je se už. A ja jesem želal bylo prositi izvinia za čurku. Nikogda ne jest pozno. Agatha, dragi, yeah. Ja jesem nejs zlo. To bylo i za šále. Wow, hij zegt sorry. I v odplatu za to, že tvoj otec razbil mi okno kameniem. Tak, my idemo bistro, dopoka ne zažegli mene. Ja znaju odličnu poljanku za igri. Oké, okay, we gaan even met elkaar hangen. We gaan even gewoon gezellig met elkaar chillen. Nou, volg ons, volg Johan. Ik weet niet waar Johan ons mee naartoe gaat nemen. Maar hij heeft de Bobber Kurva. Prank had hij ook alweer op voorbereid. Maar weet je, dit zijn geen pranks meer. Dit wordt gewoon, zeg maar, gewoon... alleen maar pesten. Johan is een beetje een pesterd. Ik weet niet wat ik speel, maar ik vind het tot nu toe erg interessant. Ik ga niet liegen. Ik denk echt van, wat is dit? Johan, men is dat tebe otec pobil. Biti okay. Znači ljubiti. Tuta ti porosti i pojmati. My si prohodimo se tutim. Johan, jij moet echt je bek houden. Brzo ja single po groši i pobjeg od toj suki nazad k bate v grod. A kako jesmo? A yeah. Hoćete li vi i ja vzmuti s soboju? No, dat weet ik niet. Ja bih vidjel grod. Ti jesi li ti se vsim sposobni vzbrati nas soboju? Isto, imaju jedinu ideja.
Ik vind Johan niet nice. Oh. Давайте играть в ховатки. Чёрный я возим. Чёрный ясм. А, блин. Oh, we deden. Вставай у ток древа и почин счисляти. Ja hoor. We gaan verstoppertje doen. 10. Oh, we zijn al klaar. Oh. Oh, maar waarom ook in zo'n afgelegen bos? Ik vind het best creepy. Onze tasjes staan er wel mooi. Laten we kijken waar ze zitten. Sowieso achter die boomstronk of auto zit iemand. Nou, we kunnen eindelijk even praten. Ik vind het inderdaad oprecht een heel erg bijzonder spel. Ik ben echt wel op een bepaalde manier aan het genieten. Wat ligt hier? Ik weet niet wat erop staat, maar dat is een eng boek. Er ligt daar een tent. Wow, 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 wow. Wat is dit? Hallo? Wie is hier? Wie ben jij? Нашел. Wat? Dat was Johan. Johan was aan het chillen. Ik heb nog nooit iemand zo slecht zien verstoppen in een hide-and-seek game. Maar goed, blijkbaar is dat normaal in dit land of zoiets. Ik ben nog steeds niet overtuigd dat dit uit Kroatië komt. Dat de taal Kroatisch is. Maar dat zou best kunnen. Het is sowieso Slavisch. Maar we moeten nu ook nog op zoek naar Agata. Agata, waar ben jij? Sowieso hier ergens, toch? Zou je zeggen. Ik hoop wel dat er niks aan de hand is met Agata. Het zou fijn zijn als we gewoon een keer normaal verstoppertje kunnen doen in zo'n game. Meestal gaat het nooit goed namelijk, maar hè? Laten we gewoon van het goede uitgaan. Wat ik trouwens wel mis, is het feit dat ik niet kan rennen. Ik wil rennen. Waarom doen we dit ook gewoon in alle stilte? Vroeger, om het minder eng te maken, ging je juist een beetje namen roepen, toch? Dat deed ik wel. Dan ging je een beetje van, Agata, waar zit je? En dan maakte je het voor de mensen die aan het verstoppen waren ook wat spannender. Die dachten nou van, oh nee, de zoeker is in de buurt. Maar blijkbaar gaat dat in dit land totaal anders. Er wordt gewoon 0,0 gecommuniceerd. Zit ze misschien trouwens hierin? Wat is dit? Hier tussen of zo? Hallo? Ben jij hier? Agata? Nee? Oké. Okay. Kut Agata. Oh, hier. Ben jij trouwens Agata? Nee. Ah! Wow. Nee, oké. Okay. Ja, je moet maar Agata. Zoek maar gewoon. A Johan bude nastupný. Dat by bylo čestno. A nebudu. Oké, we moeten verstoppen. We gaan naar die auto. Die auto vond ik een goede verstopstrek. Waar is die wagen? Ik mis echt heel veel in dit spel. Hoe? Ja. Čto nebuď nejest tako. Pěše bolje prověriti. Wie is dat? Yo, wat? Johan! Kakogo chuja, Johan. Ty zavezl jej šnurky? To je samošála, brate. Nej! Ona tu čas vstaje. Mě zdaje, ona nedyhaje. Johan, to nejest vse smělo prijentno. Tvoje žartky i zhodet, bleď, i spod kontrolu. Čekaj ti, čto by ti dělati? Johan, bro, gast. Johan, nám jest potřeba pomoct ti vozrastli. Johan is... Ty postup za něho a já běgaju k paní Klubnike. Johan is zieke psychopaat. Johan is een zieke psychopaat. We moeten... Maar we laten... Nee, dit kan niet. Johan is... Nee. Johan is psychopaat. We gaan rennen. We hebben eindelijk een renoptie gekregen. We moeten naar school. Agata moet levend blijven. Holy damn. Dit is echt ziek. Dit is wel hoe het meestal begint ook met seriemoordenaars. Op zeer jonge leeftijd van die hele obscure dingen proberen. Ratten vangen is ook zoiets, hè. Wow. Het is een seriemoordenaar. Oh. We moeten snel naar onze juf. Panik Lubnika, hallo. We hebben je hulp nodig. Panik Lubnika. Ja. Tam Agata. Udarila glovoj u okamen. Kom mee. Kakam roza treba biti, Filip, aby postarati tako zme. Wat nou weer? Prosim, to sudce odbili slučajno. Jemu jest potreba pomokti. Ja jesm bojazne. Kako mene zajebali vaše žartky. Nee, dit is geen grap. Pani Višnjevsku, von, už doveli. Vseš uroki sa cud slivati se na moje rameny? Oh, my God. Pane Klubnika, prošu. Da mi pohuj na tvoju prošu. Ti svoj glupi gloveskim všako ne shvaćate čto vi stvoril. Prosim, ja jesm mnogo žalj. Ja prošu, pomožte. Vtorna vaša zasmieška. Nee! Ja nebudu pokúšať v tom rozbrati se. Do zatvora školy ostaješ v klase i pomyslíš o svojemu ponašaniu. Mám spínzas. Ohroňteľ tebe i spústy, kýkda nastúpi čas. Pane Klubnika, nikako protiv rieči? Yeah. Die was boos. Ik hoor ook een tijd. Wat gebeurt er? Hallo? Zwart. Oh.
What? Zijn wij... Nee, we moesten nablijven of zo. Ze was er helemaal klaar mee. Ze had ons afgesloten. En nu moeten we in het donker naar Johan. Nee. Dit gaat niet goed komen. Ik zweer dat die Johan nu iets met die Agatha heeft gedaan. Hier, hij hoest ook gewoon. Oh, wat een creepy spel. Ik vind het een heel, heel interessant spel. Fuck, we gaan door. We moeten snel hopen dat ze nog leven. Beide, please. Oh, nee, dit bedoel ik. Oh, nee. Kutzooi. I mají naději, že s ním vše je v redu. Nou, dat denk ik niet. Prieba by zvat Johanu, kda do doma prídu. We gaan toch niet naar... Go home! Oké, dit is een tijd waarin nog geen telefoontjes waren. Volgens mij moeten we dus gewoon met de bekabelde telefoon gaan bellen. Oh, waar moeten we naartoe? Daar is mijn school. We moeten hier naartoe, toch? En dan hier links naar beneden ergens. We gaan richting huis. We moeten... Ik ga de verkeerde kant op. We moeten gaan hopen. Dat hoor ik. Wat is dit? Hallo? Ja, dit vind ik helemaal creepy, maar ik kan er... Oh! Wat? Wow, een auto. Jij gaat toch niks doen? Ik vind het heel naar. We rennen naar huis. Oh, damn. Waarom gebeurt er opeens allemaal nare dingen? Sowieso is dat trouwens een van... Nou, ik vind het echt heel kut. Ik hoop dat het gewoon helemaal goed komt. Nou op! Ik zit zo erg in deze game. Ik zit balsdiep in deze game. En ik vind het echt heel creepy. Ik verwacht echt een jumpscare. We moeten met Johan bellen. Johan, please, vertel ons dat Agatha... Ja, we gaan Johan bellen. Vertel ons dat Agatha gewoon oké is. Ook al heb ik echt een heel erg naar voorgevoel dat er wat anders speelt. Nou, daar gaan we. Hallo. Piep. Johan. Piep. Hallo. Johan. Neem op. Hij hangt op. Nee, domač to. Vy nebes gladný. Ja vám prinesla jedaty. You boys. Ty okom, mama. Fuck. Hij is. Dobro jutro. Ja, goedemorgen mama. Ja, we krijgen. Ja, ik weet niet waar Johan is, maar dankjewel. Waarom hebben we zo weinig contact met ik... Oh, answer the phone. Oh nee, ik vind het echt heel naar. Is Johan hier nog? Johan? Dit zijn hele slechte voortekens. Johan, doet het? Als dit een prank is... Nee, vriend, no. Priestav! Oh. Ja, maar hier zat hij in toch, Johan? Jumpscare. Oh, what? Dat zijn de kleren. Co tu dělá inhalátor Agaty? Oh nee. Čudno. Dit spul van Agatha ligt hier. Brzo jezdi, svinenoče. A Johan bez tebe ide v školu. Wat? Hoezo gaat Johan niet met mij mee? Oké, we gaan naar school. Maar Johan is er dus nu waarschijnlijk niet, of wel? Nee, zie? Něčto on opozňuje se dneš. Johan is... Čekaju jego... Johan is aan het veranderen. Johan is aan het veranderen. Dit gaat niet goed. Tak ty jako čertý nose. Ja, Johan, wat ben je, gast? Možno on bez mene pošel v školu? Nee, Filip, er is wat anders met Johan aan de hand. Kurva, ja opozňuju se. Ja, het is ook nog te laat. We moeten ook nog gaan rennen naar school. Oh, als Johan nu trouwens achter me aankomt, wordt het echt een heel naar verhaal. Maar nee, ik heb inderdaad het voorgevoel dat Johan een soort van psychopaat is. Ja, dat daar iets mis mee is. Dit kan niet. Stond dat busje hier gisteren ook al? Ik weet het niet. Maar dat maakt niet uit. Ik heb het idee dat dat straks helemaal fout gaat. Een beetje psychopaat op jonge leeftijd. Hij was al met die ratten bezig die hij ging vangen en vermoorden. En volgens mij zijn er verhalen van andere seriemoordenaars die datzelfde deden. Maar daar zijn auto we. Auto naar spajat, Jagovin. Och, pani. Išel i vojdi normalno. Ik ben het toch gewoon. Bek dicht. Pani Klubnika, izvinite za opoznjenje. Ja. Mogete li ve ujti?
Čo s tobom delať? Prohodí? No, gelukkig. Ze doet wel een beetje lief. Filip, ty oherel? Mala ty jesi mraz. Pani Klubníka, ja jesem sedal na niečto. Mene boli zlivo. We zitten op iets. No i kravavý. Bleď, i vespol zasral. Od týra ty sam budeš. Marš v bolničarný punkt. Budem o tebe obrobotati. Wat de heck gebeurt er allemaal? Hebben we op uw neses gezeten? Ako jesi myslil, že gvozd v gúznete izbavy odkazni, to jesi pogriešil. Ty i dneš ostaješ posle úrokov. Budeš stúl odmývati? Rozumiete. Konečno môžemo nastati k perekličke. Aha, ta varg. Oh, my god. No i dobro. Gabriela Drobny. Obde. Žiroslav Ivanov. Oh, my god. Obde. Justus Klein. Obde. Filipe. Tut vse jest jasno. Johan Novak. Oh, ze zijn er beide niet. Ze zijn er beide niet. Dit is een heel slecht voorteken. Zašto mne vse to jebanie? En we moesten weer nablijven. We moesten natuurlijk alles schoonmaken omdat we een punaise in onze reet hadden. Ik denk in ieder geval dat het punaise was. Het zou maar wat wezen. Het zou waarschijnlijk geen buttplug geweest zijn. Denk ik niet. Oké. Okay. Oh, er hoest ook weer iemand. Is dat een Johan? Waarom moeten we ook tot het donker nablijven? Oh mijn god. We kijken nu naar hem, toch? Oh mijn god. Oh, dit is heel naar. Dit is Johan. Snel rennen. We blijven rennen. Oh nee! Filip! Er zit iets achter je aan, pik. Filip, pas op! En het is waarschijnlijk geen bobber. Geen bobber Kurma. Blijven rennen, Filip. Wat een nare gameplay is dit. We zien het niet meer. We zien het niet meer. Oké. Okay. We gaan hier gewoon naartoe. Kom op. We zijn binnen. Is dit een zapiska na stolu? Yo, waar is de telefoon en waarom ligt hier een brief? Oh, dit is niet een goed spel. Laten we maar gewoon dit briefje lezen. Gone on the night shift, sweetie. Don't wait up. Ik vind het wel leuk hoe hier echt heel veel alinea's staan. En dat was letterlijk één zin. Nou. Het is alleen wel een beetje een naar... Kakova. Oh nee. Het is een hele nare gedachte dat we alleen zijn en dat nu op de deur wordt geklopt. Dit is Johan, of niet? Kto tam? To jest mami. Wat nou iets us? Co ty tu delaješ? Ja jestem zatvoril dveri. Nas dopustila tvoja mama, dokol ty odsiedzal zaklúčenie. Hij liegt. Johan liegt. Kako ty. My mnogo prežívati za tebe. Ty to izviny za segodnia. My sme samo na tebe ozlobili sa za včeranie. Što jebane? No, ty biegol i ostavil nás obhodiť z vseju. Wat na... Ty nás je brosil, Filip. Brosil? Da ja biežal k pani Klubnike. Ja jes molil jej pomokti, ale ona mne nevěřila i pokara ti mene za prank. Za prank, ktorý byl tvojej ideje. Nie. Da čemu ty, nám bylo zabavno. No, ak vond niet grappig, Johan. Aha, samo. Kakoj se za venzaniem šnúrkov Agate. Ili mrtvoj krysoj na jejnoj partie. Nám bylo zabavno. Nichira. Nee, niet mee eens. Mne strašeny sú tvoje pranky. One ne sú smiešne. Ze zijn niet grappig. Ja nechču s tobom vyše priateľovati. Precies. Ty jesi žestoky. I ja padal i z tebe v bieda. I vopče, kde je Agata? Johan is stil. Ona je tu, drug. Dat is fake! Spusti nás. My prinesli tvoje najľubie keksy. Nee, dit... Telúška tuľu. Hij liegt! Znak pomirienia. Nee, wat doe je nou? Kde Agata? Ty jesi li neslyšal? Ona je pošla posikat. Skoro ty jej uvidíš. Tvoje najľubie klubničné kekse. Otvori i poprobuj. Oh nee, daar zit hij sowieso een hoofd in, toch? Hier zit het hoofd in van Agata, ik voel het aan alles. Wauw. Wat? It's just a prank! Oké dan! Dit was een...
Ik vind het best naar. Damn! Dit was een hele vage horror game met een hele duistere betekenis. Ik vond hem wel heel leuk. Druk op het duimpje omhoog. Als jij hem ook leuk vond, check zeker weten even het link in de beschrijving. En bedankt voor het kijken. Doei!